En ondertussen zijn de eerste drie al toegekomen. Goed gedaan, mannen. En terwijl de meiden hier de winnaars even bij elkaar sprokkelen, mogen ook de kinderen van het geboortejaar 2015-2016, dat zijn diegenen met een blauw etiket, die mogen ook stilaan naar start gaan om zich klaar te zetten. Zo meteen komen dan zowel Camille, die gaat voorlopen. En zoals dat hoort, hoort er hier uiteraard ook een kleine prijsuitreiking bij. Opgepast, die draaien niet. Hier, en zo zijn ook alle kinderen van de 200 meter met het blauwe etiket hier toegekomen. De eerste drie jongens en de eerste drie meisjes, die worden zelfs nog even apart gehaald voor de prijsuitreiking. En dan kunnen ook de jongens en de meisjes met het groene etiket zich stilaan gaan klaarmaken. Zij gaan 400 meter lopen. Ja, ik ook.
En ondertussen komen de eerste die aan bij de aankomst na 400 meter. En hier zijn ze dan. De eerste twee jongens van de 400 meter. En hier komen ook de eerste meisjes toe. Goed aan, jongens. En jullie zijn al heel goed gedaan. Eén toer is 200 meter. Dus deze jongens en meisjes hebben twee toeren gelopen. De ouderen, dus diegenen met het rode etiket zo dadelijk, die zullen drie toeren lopen om aan 600 meter te komen. Maak dan het van de zus van de kamer. In de eerste, twee, dan dit waar. En je moet dan naar voren gaan. Dan gaan we het lekker vinden. Dat is weer opgelost. Dus de heren en de dames van 600 meter die zijn al vertrokken. En de eerste jongens en meisjes van de 600 meter, die komen hier ook aan. Wacht nog even, dat die mogen even apart blijven staan om zelfs niet naar het podium te gaan. Hier had je een bolletje gehad, jongens, komen jullie terug. En dan zijn we nog een dikke 20 minuten verwijderd. Omwille van corona zullen er namelijk drie startschoten gegeven worden vandaag. Dat is een